Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekt bewolking over ons land, waaruit ook van tijd tot tijd regen of motregen valt. Vanuit het zuidwesten wordt het eventjes wat droger, maar in de loop van de dag gaat het opnieuw regenen. Het blijft in elk geval grotendeels bewolkt, met vanochtend al temperaturen rond de 12 graden. Vanmiddag hebben we die waarde op de thermometers en dan regent het duidelijk harder in de loop van de middag. Met langs de kust ook een toenemende wind, windkracht 7 in de middag. In de avond misschien zelfs wel even een windkracht 8. Dan klaart het langzaamaan wat op, vallen er nog wel buien, misschien een keer met een klein Onweer erbij en de wind, ja, die blijft toch stevig doorwaaien, ook in de nacht en ook zaterdag overdag. Morgen hebben we te maken met wolkenvelden, af en toe een klein beetje zon en er vallen van tijd tot tijd buien. De wind is westelijk, meest matig tot vrij krachtig bovenland en krachtig, af en toe hard. Windkracht 6 tot 7 langs de kust, wel een beetje zon erbij, en 9 tot 11 graden. Voor de zondag staat er ook wat zon op het programma. De meeste buien in de ochtend. Daarna wordt het langzaam wat rustiger. En met een naar Noordwest draaiende wind komt minder zachte lucht onze kant op. Maandag is het 7 graden. Ook dinsdag ongeveer die temperatuur. En geleidelijk aan wordt het minder nat. Misschien dinsdag zelfs wel een grotendeels droge dag. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.